Goedendag, het is vandaag vrijdag 31 januari 2020. Wij zijn weer even terug in Schieweld, waar we in ieder geval vandaag richting de Hoge Zalf gaan. En we zijn in Hopkarten, bij het middenstation, bij de Tennerstadel. We gaan toch eventjes richting het dal skiën. Blauwe lucht is aanwezig, maar het druppelt nu wel een beetje. En als je dan naar binnen gaat, op de Hoge Zalf in het restaurant, ja, dan heb je ook een heel mooi aanbouwgedeelte. Dan kun je fantastisch van het uitzicht genieten. Kijk maar eens mee. Hier kijk je dus gewoon richting het Intal, wat ook wit is. Het is best wel groot hier, ook aan de andere kant. Daar kun je namelijk kijken richting de Wilde Keizer. We zijn weer in Sul, op Hoogsul. We zien hier al de rode gondels richting de Hoge Zalve gaan. Maar wij maken een rondje. We gaan zo meteen weer richting de Keat, richting Brieksemmitalen en andere dorpen. Hierboven bij de Hartkeizer, daar is het weer een drukte van belang. En we zijn dus in Elmau. We staan halverwege de dalafdaling richting Elmau. Dit blijft toch wel een fascinerend, fantastisch, mooi gezicht. De Wilde Keizer.
En tot in het dal hier bij Elmau is het toch prima skiën. Schiweldbaan heb je een geweldig panorama uitzicht. Wij gaan weer afsluiten en dat doen we bij de Dutchenabvaart die richting onze thuisbasis gaat. Nou, we zijn het hele gebied een beetje van Schieweld weer doorgekruist. Veel dorpen hebben jullie gezien. Jullie hebben ook de sneeuw gezien die weer voorradig is. De dalen zijn weer wit. Al met al ziet het er prima uit. En met deze beelden ga ik afsluiten voor jullie. En ik zeg maar weer de groeten.